listen up to what I have to say, cause we're in for some old-fashioned wrestling today. Not the vile and oily opposerish kind, but the kind that involves tens of thumbs you will find, cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. So we will discuss pros and cons, faults and pluses of all your favorite movies, and we will ponder the merits of cinema in this WrestleMania, cause it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Yes, it's thumb wrestling time. Hello, pot people. Wauw! Dat is van Invasion of the Body Snatchers. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Duimpje Worstelen. De podcast waarin mening A over een bepaalde film en mening B over diezelfde film samen vloeien in één potconversatie. Ik ben je presentator Ruud de 20e Eeuwse Vos en je luistert naar aflevering 133. Hopelijk hebben jullie lekker gekerst. December is dit jaar animatiemaand bij Duimpje Worstelen, want we hebben wederom een film die geen levende acteurs, maar in dit geval levenloze objecten, tekeningen of in dit geval pixels nieuw leven inblaast. We gaan praten over Finding Nemo. Nog steeds een van de meest succesvolle films uit de stal van Pixar. En al hebben de meesten van ons hem wel gezien, hier toch nog even het verhaal. Alleenstaande vader Marlin stuurt zijn zoontje Nemo, zijn beide clownsvissen trouwens, naar school in het grote Barrière Rif bij Australië. Kleine Nemo wil graag wat meer zien van de wereld, maar pa Marlin is zwaar getraumatiseerd door het verlies van zijn vrouw. Ze krijgen een oneenigheid, waardoor Nemo recht in de armen zwemt van een tandarts die graag zijn aquarium wil vullen met tropische vissen. En als Marlin achter Nemo aansnelt om hem te zoeken, botst hij letterlijk aan tegen de erg vergeetachtige en zeer blauwe Dory, die hem gaat helpen op zijn zoektocht. Intussen maakt Nemo nieuwe vrienden in het aquarium, waaronder met Gil, de aanvoerder van een soort van vissenbende in het aquarium die willen ontsnappen en een misschien wel tweede vaderfiguur voor Nemo. Marlin moet allerlei beproevingen doorstaan om in Sydney te komen, waar de praktijk van die tandarts is, waaronder een aantal vegetarische haaien, landmijnen, kwallen, zo'n raar beest dat in de duistere diepte van een oceaan zwemt, de grote slipstream, waar gelukkig een hoop vriendelijke zeeschildpadden in rondsurfen, zullen we maar zeggen. En wat we zeker niet moeten vergeten, een paar hebberige meeuwen. En net wanneer Marlin de tandartspraktijk bereikt, doet Nemo de zoveelste ontsnappingspoging, waarbij hij probeert om door de wc weggespoeld te worden door zich dood te houden. Marlin ziet het en neemt aan dat Nemo echt het loodje heeft gelegd. En terug in de oceaan zwemt een treurige Marlin zo gauw mogelijk weg van Dory, aan wie hij zich al die tijd stiekem best wel een beetje heeft geërgerd. En dan vindt zij Nemo, die is ontsnapt. Ze worden weer bij elkaar gebracht. Marlin heeft geleerd dat hij Nemo best wat risico kan laten nemen en dat Dory meer een zegen is dan een vloek in zijn leven. En ze leven nog lang en gelukkig totdat het tijd is voor een deel 2. Einde film. Soms denk je van een film, dit is toch een onbetwiste klassieker, en dan vind je een podcast met een potje roet die hij graag in dat bordje eten komt gooien. En in dit geval is dat niemand minder dan Sylvester Zwaneveld. Veel van jullie zullen hem vooral kennen als cabaretier, als de helft van het duo Arie en Sylvester. Maar Sylvester heeft ook al jarenlang een indrukwekkende solo-carrière. En op dit moment toert hij juist rond samen met collega-cabaretier Britt Compagnon met de show Hij Zij, Zij Zij.
En wat je misschien minder goed weet van Sylvester is, hij is ook animator. Hij heeft een bedrijf, Silly Productions, waarmee hij vooral veel korte films heeft gemaakt. Vooral veel 3D-animaties. En zeker schatplichtig aan Pixar. En afgelopen jaar ging zijn laatste short in première, genaamd Die Ene. Een film die hij maakte in samenwerking met zijn grote held op cabaretgebied, Freek de Jonge. Gebaseerd op het verhaal De Spin. Iets wat hij in een conference in 1983 op het podium deed. Die Ene beleefde zijn Nederlandse première in september op het Film by the Sea Festival in Vlissingen. En nu we het dan toch hebben over de zee en 3D-animatie, laten we gauw eens doorgaan naar het gesprek met Sylvester over Finding Nemo. 3, 2, 1, 5! Ik vond het heel fijn om na mijn theatercarrière ook mijn filmcarrière vorm te kunnen geven. Want is tijd wel werk daarnaast gedaan, maar dan meer advertising of zo? Ja, ik heb niet zo heel veel werk daarnaast gedaan eigenlijk. Nee, nee, ik heb altijd van de kunst geleefd, ja. Nou oké, okay, ja, dat is wel een prestatie. Ja, ja, nou, daar ben ik ook heel trots en heel tevreden mee, hoor. Dus, en mijn vrouw ook, hè. Mijn vrouw is ook kunstenaar. Ja, ja, schrijven. Ja. Ik heb een paar rubrieken om te vullen. Maar voor de rest heb ik altijd zoiets van, ik kom aan en we beginnen gesprek. Ja, dat en, is goed. En dan duiken we erin. In dit geval letterlijk. Nou. Ja, precies. Nee, want de eerste was een openingszin, toch? Daar wou je mee beginnen, of niet? Ah, een openingstatement. Een statement. Dus in ieder geval iets om de sfeer te zetten. Ja, dus ik heb dit geschreven. Het zal misschien vreemd in je oren klinken, maar de best verkochte Pixar-film ooit is een van mijn minst favorieten. Finding Nemo. Het is één grote gemiste kansencircus. Ik vond Finding Dory nog leuker en dat zegt genoeg. Dat zegt inderdaad dat vrij zegt veel. Hè? Ja. Ik kwam hierop omdat ik zag dat je ooit een Letterboxd-profiel hebt aangemaakt. Ja, ik dacht, dat ga ik doen. Ik ga Letterboxd helemaal vullen. En met mijn creatief zoeken op basis van oude shows samen met Ari. Ja. Dacht ik van, ik zal eens Retzenvlis proberen. Ja, heel goed. Dus ik was daar met volle moed aan begonnen. En na 5 films alweer mee gestopt. Mm-hmm. Want ik dacht, wat een gedoe. En daar had ik veel eerder mee moeten beginnen. En dan had ik het gewoon langzaam op kunnen bouwen. Dus ik had eigenlijk na 5 films was ik alweer afgehaakt. Ja. Nou, dat is een, kan gebeuren. Maar wat, dus, niks zegt over mijn filmliefhebberij. Want ik zit, en hoeveel je kijkt? Nee, want ik zit elke dag op IMDb. Mm-hmm. Meerdere keren. Dus dat zegt ook iets, denk ik. Maar, en niet alleen om jezelf te googlen. Nee, zeker niet om mezelf te googlen. Want ik sta er niet zo heel florissant op, vind ik, op IMDb. Heb je foto erop dan? Nee, ik heb er geen foto op, maar wel. Ja, het zijn allemaal van die halfslachtige projecten die erop staan. Dat je denkt, staat dat er nou op? Terwijl de grote projecten staan er eigenlijk niet op. Dus, oké, okay, ja, nee. Ja, ik moet daar ook eens wat aandacht aan gaan besteden. Maar goed, dat terzijde. Nee, precies. Maar Finding Nemo. Ja. Mijn vriendin die had meteen een reactie toen ik zei van, ik ga er met Sylvester over praten. Ja. En haar eerste reactie, gut reaction, was, heeft die man geen hart? Nou, blijkbaar niet. Laten we even de toon zetten. Of tenminste, het landschap schilderen. Ik ben zelf animator. Dat is misschien belangrijk om daar even bij te zetten. Mm-hmm. Ik maak 3D-animatiefilms. Ik ben Pixar zeker schatplichtig wat dat betreft. En ik ben een enorme Pixar-bewonderaar, hoewel dat de laatste jaren behoorlijk aan het afnemen is. Mm-hmm. Maar die eerste tot aan Coco, zeg maar, dat was er bijna alles was raak. Ja. Finding Nemo was hun benchmark een beetje. Ze mm-hmm. hadden wel ook grote dingen daarvoor gedaan. Maar Finding Nemo was echt de hele wereld om. Ja. Toy Story later ook, maar in het begin nog niet. Toen was het ook nog wel, nee, met zijn kinderfilm en met 3D. Toen kwam Toy Story 2, toen opende het al wat meer. Ja. Maar met Finding Nemo was de wereld om. Dat is geen slechte samenvatting. Nee. En ik dacht, want ik vind, laten we ook de man en paard noemen. Ik vind het visueel een meesterwerk. Laten we dat vooropstellen. Ja. Visueel vind ik het echt fantastisch. Maar verhaal technisch vind ik het een zeer matige film. Mm-hmm. Ja, ja, dat was ook een van de weinige dingen die zat getypt op Letterboxd. Dus daar ga ik daar zeker ook even op inhaken. Ja, dat is goed. Maar voordat we dat doen, wat was de allereerste keer dat je hem zag? When I saw this movie for the first time.
ga in de bioscoop. Ik zie nog steeds alle Pixar's in de bioscoop. Nou, mm-hmm. Dat staat trouwens niet waar. Zoals ze weer uitkomen in de bioscoop, sowieso. Ja, exact. Ja, zeker. Dus Onward heb ik online gezien. Ja. En er is er nog één die ik online gezien. Turning Red. Soul heb ik online gezien. En welke zijn nou nog? Turning Red. Ja, Turning Red heb ik ook online gezien, ja. Ja. En de rest heb ik eigenlijk allemaal in de bioscoop gezien. Inclusief Elemental. Elemental, zeker. Ja. Ja, zeker ook. Behalve Toy Story 1. Nee, die heb ik ook gezien, maar die vond ik ook niet. Vind ik ook niet zo'n hele goede film. Hm. Toy Story 2 wel. En 3 vind ik, denk ik, een perfecte film. En ja, 4 ik zie je Lotto staan. Dus ja, zeker, zeker. Nee, 3 is echt een perfecte film, denk ik. Mm-hmm. Net zoals Monsters Inc. Ja, dat grenst aan briljantie, vind ik. Dat is echt zo goed. Inclusief de traantjes? Ja, ik vind Monsters Inc. is dat wel hoog samen met Toy Story 3, hoor. Dat is mm-hmm. echt... Coco zit daar nog bij. Ja. Yeah. Hoe heet die? Nou nee, er staan er nog een heleboel naast. Maar die staan wel op eenzame hoogte, vind ik. Die zijn echt heel goed, hoor, die films, ja. Nee, ik heb heel erg zwak voor Inside Out. Oh ja, vind en ik ook heel mooi. Ook echt alleen als ik het muziekje hoor, dan krijg ik al tranen een beetje. Ja. Ik heb met Coco, daar kan ik niet zonder huilen naar kijken. Dat snap ik ook wel. Het verhaal van Finding Nemo. Dat is hetgene waar je pijlen op gaat. Karakteropbouw, verhaal, humor. Eigenlijk alles vind ik daar een gemiste kansen circus. Het is allemaal, wat mij betreft... Ja, net niet. Ja, jammer. Mm-hmm. Zal ik maar beginnen? Ja. Ja, dus het begint al met dat ik helemaal geen feeling heb met Marlin en zijn vrouw als zij... iets vreselijks overkomt. Hè? Dan komt die vreselijke... steur is het, denk ik. Een steur, zo te zien. Ja. En, volgens mij verstand van vissen, volgens mij is het een steur. Ik zal het opzoeken en dan gooi ik er een fact check nog eens tegenaan. Of een barracuda of zoiets in ieder geval. Fact check Norris hier. De vis is geen steur, maar een barracuda. Fact check Norris out. Zo'n enge vis en die eten al hun eitjes op. Maar ik voel nog helemaal niks bij Marlin. En ik voel nog helemaal niks bij zijn vrouw. En dan als zijn vrouw overlijdt, dat doet me eigenlijk helemaal niks. Dat is echt doodzonde. Waarom beginnen ze nou niet met die karakters goed te introduceren? Dat je daar al liefde voor hebt, dan komt dat 3 keer zo hard aan. Dan is dat helemaal... Nu is het eigenlijk een soort proloogje van... dit gebeurt er en we gaan nu beginnen. Het is echt een gemiste kans. Maar wilt dat je eerst al Marlin en zijn vrouw hebt leren kennen... Zeker. Voordat dit begint? Of wil je... Denk aan Up, waar een prachtige proloog aan zit... en dan verliest hij zijn vrouw en dan pas begint het verhaal. Ja. En er is nog zo'n... eigenlijk bij Wall-E ook. Hè. Dat is een hele grote... Dat is een hele lange proloog van 20 minuten. Okay, maar goed, prachtige proloog waarbij je feeling krijgt met de hoofdkracht. Waar echt veel tragiek in zit. En... Ja. Ja, in het geval van Up wel echt een montagevorm, maar wel op een heel doeltreffende manier. Een waanzinnige manier, zeker. Ik vind de rest van de film eigenlijk tegenvallen ten opzichte van die eerste paar minuten. Komt hier misschien niet meer te boven, gezegd worden. Nee. Ondanks dat er daar wel weer heel veel grappen in zitten die ik ook heel waar ik intens voor kan genieten. Zoals de hond die begint van squirrel. Zeker. Het is echt een mooie film, maar het hoogtepunt zit gewoon in de eerste paar minuutjes. Ja. Dat had hier ook gemoeten, vind ik. Hè? Dit is allemaal een subjectieve mening. Maar, tuurlijk. Maar dat vind ik. En dan maken we kennis met Marlin en zijn zoon. Hoe heet hij ook weer? Nee, Nemo natuurlijk. Ja. Dan gaat het verder wel aardig. En dan gaat hij een reis maken. En daar gebeurt helemaal niets mee. Hij maakt het. Het is een en toen verhaaltje. Ja. Om zijn zoon dan te redden. Je bedoelt episodisch komt van de ene gevaar bij het andere. Bij het ene gevaar bij het andere. Mm-hmm. Maar dan zou je verwachten dat hij met wat hij geleerd heeft, de vrienden die hij gemaakt heeft, dat hij daarmee zijn probleem overwint. Mm-hmm. Absoluut niet. Er gebeurt helemaal niks mee. Het blijft gewoon links liggen. Het is, die haaien worden niet ingezet. Wie komt er nog meer? De turtles worden niet ingezet. Het wordt allemaal, er wordt helemaal niks mee gedaan. Het is gewoon, we gaan door. Ik zit mezelf in te houden, maar... Dan gaan we door. Dan, ondertussen is Nemo in een vissenbakje gekomen. Daar leert hij allemaal mensen kennen. En dan... Hij leert ook mensen kennen. Andere visjes kennen. En dan andere mensen, andere vissen kennen. En dan
En dan is het grote gevaar is de wc. Je moet niet in de wc komen. Dat is echt... Als je eenmaal in de wc terechtkomt, dan ben je dood. En dat is het grote gevaar. Daar probeer je ze allemaal... Nee, het is de onderweg naar de wc dat Gil zijn vin heeft beschadigd geraakt. Maar... Nee, ze laten zo'n dode vis zien die dan in de wc wordt. En dan wordt er gewaarschuwd van, luister, als je daar terechtkomt, dan ben je dood en dan ga je weg. En het is ook... Dat is juist iets waarbij wordt gezegd van all drains lead to the ocean. Ja, uiteindelijk, daarna. Ja. Maar daarvoor wordt het neergezet als het grote gevaar van, luister, dan ga je dood als Marla is geweest en dan kom je in de wc terecht en dan... Ja, oké, okay, maar dan is iemand al geschud, is hij al dood? Ja, dat klopt, maar dan ga je in de wc. Okay. Dus ineens heeft de wc een dubbele betekenis. Mm-hmm. Het staat symbool voor de dood en het staat symbool voor de vrijheid. Mm-hmm. Een hele zwakke keuze vind ik dat. Dan gaat Nemo, die weet dan te ontsnappen. Ook op een manier dat ik denk, nou oké, okay, nou prima, ja, doe dan maar. Terwijl ik denk dan van, waarom pakt Marlin niet het voortouw hierin? Waarom zijn vader, die dan die is bevriend met de pelikaan, die is bevriend met... Waarom maakt hij niet een soort plot met al die beesten die hij meegemaakt heeft en weet hij zijn zoon te redden? Zou toch prachtig zijn als dat gebeurt? Nee, niks. Hij wil het zelf te doen. En dan Marlin ziet dan zijn zoon weer en die leert dan, oh ja, ik moet hem ook af en toe loslaten. Mm-hmm. Ja, het is een minimale karaktergroei waarvan ik denk, jeetje, is dat nou, oké. Okay. En dan bij de humor vind ik ook nog echt veel gemiste kansen. Dus zullen we ons eerst even haak in. Want er zijn twee dingen die ik kan aanmerken. Mm-hmm. En de eerste is al van, niet elk verhaal dat puur episodisch is en van het ene naar het andere gaat, werkt niet. Dus dat is ook misschien een beetje een eye of the beholder van... Tuurlijk, Odyssee is ook niet echt een verhaal waarbij ik denk van... Nee. Nou, hij doet onderweg zoveel vaardigheden op, waarmee hij uiteindelijk door die ringen leert schieten, zodat hij zijn vrouw weer terug doet. Het is meer zo van, hij komt echt van het ene en het andere. En het zijn ook allemaal losse verhalen. Waarschijnlijk is dat ook ooit zo geweest in de overlevering. Is naderhand samengebundeld en... daarmee iets wordt gezien. Het mag natuurlijk, alleen ik heb Pixar hoger zitten dan dat. En toen verhaaltje. Dan denk ik, oh. Dus ik zat al mee te rekenen met hè, dat gebeurt maar vaker hoor, met de Matrix ook toen dat 2 en 3 uitkwamen. Dacht ik, what the fuck, oh, ze gaan dat doen. En dat gingen ze helemaal niet doen. Dramatisch. En bij de Matrix dacht ik in 2, houdt hij dan zo'n Sentinel tegen. Kan je nog herinneren? Toen dacht ik, oh, hij zit nog steeds in de Matrix. Hij zit er gewoon nog in. En toen bleek hij toch krachten te hebben. Dat je ineens kan hij ook daar de machines... Ineens in de echte wereld. Ja. Wat is dit nou weer voor bizar? En ik dacht van, oh, nee, super slim. Als je die Matrix afstoot omdat je te slim bent of zo, dan kom je gewoon één laagje hoger. Ja. Dat is, oh, jongens, ze hebben me te pakken. En het was allemaal niet zo, oh, zo tegenvallend. En dat had ik bij Finding Nemo ook van, jeetje, dit zijn zulke goede filmmakers die altijd alles in elkaar laten haken. Alles past, alles komt rond, alles komt. En hier was het, nu hebben we mijn haaien tegen, en nu komen we dingen tegen, en nu komen we dit tegen. Ik zou zeggen, ik snap wat je zegt, maar ik zeg, wat je allemaal nu beschrijft bij elkaar, dat is plot. En dat kan ook mooi bij elkaar worden gedaan en zo. En dat is zeker. Maar het verhaal van Finding Nemo is ook over een vader die zwaar getraumatiseerd is. Ja. Daardoor overprotectief is geraakt. Zo erg dat zijn zoon denkt dat hij bang is voor de oceaan. Maar hij is eigenlijk vooral bang om zijn zoon voor de oceaan. Te kiezen, ja, maar ook in zijn naam bang voor de oceaan. Hij ziet door zijn ogen, maar ziet niet hetzelfde als zijn kind. Dus dat is alvast een soort van dissonantie. En al die interacties die hij heeft met andere wezens zijn er wel om hem te leren dat hij A, meer vertrouwen kan hebben in zijn zoon, en B, ook vertrouwen in kan hebben dat die grote oceaan niet alleen maar bedreiging is. Ja. Want die haaien, wat hij ziet als een grote bedreiging, blijken best sympathiek. Goed, als er bloed vrijkomt, uiteindelijk niet. Zijn het moordmachines, maar helemaal op het einde hebben ze toch weer vriendschap gesloten. Dan is dat misschien een beetje een shortcut. Dus dat is een verwachting die Pixar bij mij neergelegd heeft van, oh, dit is altijd plot-driven. Het is altijd mooi. Het zit mooi in elkaar. Het haakt in elkaar. Ja, en, nu werd het een soort road movie zonder dat hij... Ik vond de les die hij leerde, de karaktergroei die hij had, zo klein. Okay. Dat ik dacht van, jeetje mina, daar had toch zoveel meer in gezeten. Daar had zoveel meer... Ik voelde die juist echt wel. Ook gewoon omdat hij dus bijvoorbeeld bij die schildpadden... Nee, dus bijna iedereen voelt
voelt het. Nou, het is een enorme hit natuurlijk. Dus bijna ieder... Ja, we hebben een klok hier. Ja. Een eigen klokje. Die gaat nu af. Wat is het? Ook 8 keer ook nog. Dus nog 4 keer nu. Nee, de meeste mensen... dus ik heb ongelijk. Dat geloof ik meteen. Okay. Maar de meeste mensen vinden het een briljante film. Mm. Maar ik heb gewoon zitten kijken en gedacht... Oh, ik had er zo graag bij gezeten. En hey, maar is het niet wat om die haaien te gebruiken aan het eind? Is het niet wat om die pelikaan te gebruiken aan het eind? Is het niet wat om daar wat mee te doen? Zodat het wat denser wordt of wat... Nou ja, wat wel in de film zit zo tegen het einde... is wel dat die pelikaan, Nigel... dat hij Nemo en Dory meeneemt naar het kantoor van... P. Sherman, Way, Sydney. Maar dat ze denken dat ze al te laat zijn. Maar je had daar juist iets willen hebben... dat het toch met hun heist vermogen... Dat zijn een paar keuzes gemaakt die... Hè, en nogmaals, ik heb ongelijk... want de rest van de wereld vindt het fantastisch... en kijkt het met liefde. Maar ik zat echt... er had nog zoveel ingezeten... waardoor ik meer het verhaal ingesleept zou zijn dan nu... Eigenlijk vond ik het van mooi plaatje naar mooi plaatje naar mooi plaatje. Ja, okay. Want nogmaals, het is visueel nog steeds een hele sterke film. Ja. Ik heb hem niet meer teruggekeken, maar ik zie wel plaatjes vaak voorbij komen. Ik denk, oh ja, dit is wel echt heel goed. Ja. Dat einde wel, waar dan het rare gevoel voor jou dan is dan waarschijnlijk dat Nemo zit daar in een zakje, speelt dood. Onderweg naar het toilet, dan komt de pelikaan binnen... Laat ze hem vallen, dan lig je daar te spartelen. Ja, ja. Dan komt Gil daar, dus Willem Dafoe's personage... Ja. Die hem voor hem een soort van surrogaatvader is geweest in de tussentijd. Ja, ja, ja. Maar die ook opportunistisch was en hem heeft geprobeerd in te zetten... voor zijn eigen gewin om daar vrij te komen. Ja. En zijn karretje heeft gespand en wat... Nou, kijk, waar hij spijt van heeft, hoor. Maar die toont daar zijn opofferingsgezindheid. Waar hij eerst bereid was om bij wijze van spreken Nemo op te offeren... is hij daar bereid om zichzelf op te offeren voor Nemo. En dat is ook een karaktergroei momentje. Dat is een karaktergroei van hem natuurlijk. Ja. Ik had het liever in Marlin gezien. Ik vond, want wie is de hoofdpersoon volgens jou? In jouw gevoel? Wie volgen we eigenlijk? Marlin. Ja, Marlin, toch? Ja, ja, dus daar had ik gewoon... Zo voelt het voor mij ook. Het is gewoon voor mij te mager. Te weinig. En ook, ik was zelf vader in die tijd. Ik had al kinderen. Ja, dat is ook wel een reden waarom dat ik het ook wel een beetje opmerkelijk vind... dat ik als niet-vader, kindloos persoon... Maar ik voelde het niet, die ik ook aan het eind niet, hè, dat hij dan denkt hij dat hij daar dood ligt. En dan is het toch. En nu mag je wel. Ik vond het allemaal een beetje... Nou, nikserig. Of te klein, dat is misschien... Ik vond niet nikserig, want ik zie echt... Je voelt de steeks niet. Ik zat niet op het puntje van mijn stoel... om te denken, als dit maar goed komt. Heeft het mee te maken dat wij als mensen sowieso moeilijker gevoelens op vissen projecteren... en we bijna denken dat er niks omgaat in die beesten? Nee, want ik ben, ik kan wel heel makkelijk... Hè? Ik zeg al mensen tegen vissen, dus okay, wat dat betreft waar. Kan ik goed... het proces van antropomorficatie. Heel goed, ja. Dat lukt wel in jouw brein. Nee, zeker. Ja, daarom maak ik zelf ook animaties. Omdat ik het fantastisch vind om dingen een persoonlijkheid te geven. Een manier van bewegen. En het is prachtig dat je iets maakt en dat je het laat bewegen. En dat mensen daar dan van gaan houden. Of een hekel aan krijgen of in ieder geval een emotie bij krijgen. Dus wat dat betreft... nogmaals, ik ben groot Pixar-fan. En ook deze film zal ik niet neersabelen. Alleen, hij deed het gewoon voor mij niet zo. You're gonna need a bigger podcast. Je had het ook over de humor. Ja, humor. Ook één grote gemiste... Ik kan me niet meer... Want ik heb hem niet teruggekeken. Maar ik heb één groot voorbeeld waarvan ik denk... met één stitch was dit beter geweest. Op een gegeven moment... Komt Marla, Marla heet ze toch? Ja. Darla. Marla is van Fight Club. Ja. Darla komt... Zou het zijn als dat kleine meisje de beugel begint te zeggen van... I haven't been fucked like this in grade school. Darla Marla wordt. Nou goed, doet het. Die komt dan langs en daar zit een jongetje... en die is helemaal bang in de wachtkamer van de tandarts. Mm-hmm. En het was zo simpel geweest om...
om dat jochie bang te laten zijn en zeggen, nou, en het anders tegen hem te laten zeggen, nou, jij bent nu, en dat het jochie helemaal bang is. En dan zegt, nou, weet je wat, dan doen we eerst Darla. Dan zal je zien dat het niks is. En dat dan alles misgaat, dat had de humor zo omhoog gegooid. Zoveel meer had erin gegaan. Nu was het een soort plotselinge punchline zonder de setup. Ja, zonder inleiding, zonder gewoon, hier heb je wat slapstick. Ik snap hem, maar ja. Het tapt ook zo in een soort van universele angst voor de tandarts zonder kinderen, dat ik zoiets had van, nee, maar die vat ik meteen. Ik snap wel dat hij beter ik moest er niet om lachen. Gewoon niet om lachen. Ik zat, veel troep, veel gedoe. Jochie kijkt bang. Ja, oké. Okay. Terwijl als hij anders opgebouwd was, dan was het mijn lach. Momentje, het klikmoment was er dan geweest. Van, ja, precies. Oh. In plaats van alleen maar van, ik snap het mechanisme van deze grap. Oh ja, het is iemand bang. En daar gebeurt een boel. Oh ja, hij is nog steeds bang. Ze had er dan ironie bij gekomen. En dat was zo fijn geweest. Zo één kleine karakter opbouwen, zeg maar. Een heel kort stukje. Ja, als je dan toch zo iemand introduceert, introduceer hem dan lekker. De film zit ook vol met interessante scheetgrappen. Oh, kun je daar dan wat mee of niet? Moet je me even helpen herinneren? Nou, je hebt onder andere, na de scène met de haaien bij een onderzeeër tussen allemaal landmijnen. Op een gegeven moment gaan al die mijnen af. Ja, de bovenop de zee twee pelikanen. Ja, en dat één keertje plop. En dat die andere zo zegt tegen de andere, Oh ja, wat grappig. Hè? Want ik vond dat juist het is meer een understatement grap. Ja. Dus die scheet was een beetje erbij gehaald voor me. Want wat ik het grappigste van die scène vond, was dat dan onder water de hele boel ontploft. Hè? De mayhem en de hel breekt los. En boven zie je één belletje boven komen. Ja, daar moest ik eigenlijk om lachen. Ja. En die scheetgrap, die was voor mij niet eens nodig geweest. Nee, dat, hoewel hij hem wel mooi afmaakt. Dus dat klopt, ja. Het is een beetje zo van grap. Tag, maar ik vond het leukste vond ik eigenlijk, waar ik het meeste moest lachen, was inderdaad dat beneden de enorme explosie en boven plup één bolletje en dat wordt dan ook nog verkeerd geïnterpreteerd. Ja. Ja, dat vond ik erg grappig. Ja. En meerdere keren dat inktvissen zeggen van I ink myself, maar het is meer in de broekplassen dan? Ja, het is meer in de broekplassen. Ja. En zodra ze het voor elkaar hebben dat het aquarium smerig is geworden bij de tandarts, dat op een gegeven moment een van die vissen roept van, don't you realize we're swimming in our own? Ja, dat was ook wel. Nou, er zitten echt wel goede elementen in. Niet zo goed als in Finding Dory, vond ik. Daar vond ik echt goede grappen in zitten. En dat is ook technisch en visueel nog weer mooier en beter. En jeetje, wat een verhaaltechnisch slaat hij helemaal nergens op. Maar wel qua humor en snelheid. Ik las over Finding Nemo wel iets waarvan ik een beetje afvraag van waar is dit citaat? Want ze zouden een aanloopje naar allemaal animaties hebben gemaakt met water en met de waterspiegel. Ja. En dat mensen die dat zagen en zeiden van, oh, dit is echt te realistisch. Dat kunnen we niet in een animatiefilm doen, want het is te echt. Terwijl dat later is dat met gemak in heel veel Pixar-films gedaan, dat het hyperrealistisch wordt. Een van de mindere Pixar-films die ik trouwens wel heel mooi vind is hoe heet je ook met die dinosaurus? The Good Dinosaur? Ja, The Good Dinosaur. Ja, die hebben we steeds niet gezien, maar dat is een van de weinige. Nou, het is geen memorabele film. Je moet hem zeker even kijken, want het is hyperrealistische decors met een cartoonkarakter erin. Maar het zou kunnen, maar aan de andere kant denk ik ook van, ja, het evolueert ook, zeg maar. Dus als je diezelfde beelden misschien nu aan iemand laat zien, is ook wel anders. Dus zeker, als ik de foto's van Finding Nemo zie, denk ik nog steeds, goed gedaan, mooi gedaan. Ja, de Pixar-stijl is eigenlijk zo realistisch mogelijk belichten, zo realistisch mogelijk filmen. Ja. Met een cartoon iets erin. Hè? Bij Toy Story met speelgoed. En als het al ergens een beetje hebben losgelaten, is het nu misschien een beetje met Elemental, wat net iets meer cartoony eruit ziet. Maar nog steeds de omgevingen zijn nog steeds heel erg. Ja, en de belichting is altijd hyperrealistisch, hyper-echt. Mm-hmm. Daar komen nu dus tegen krachten met Spider-Verse. Dat is degene die wel echt een hele nieuwe stijl heeft geïntroduceerd, waar nou heel veel andere dingen in meegaan.
Ja, absoluut. Ook, ja. Op leuk, ook weer op andere eigen interessante manieren. Ja, ja, maar, ja, mooi hoor. Ik vind het heel tof kijk, vroeger, toen animatie nog met cels ging en met kleipoppetjes. Mm-hmm. Toen moesten ze naar een seconde bestaat uit 25 frames of 24 frames afhankelijk van mm-hmm. het formaat. En dan moesten ze naar 12 of naar 8 frames toe, omdat het gewoon anders te veel werk was. Ja. En dat wordt weer terug. Er wordt eigenlijk de handtekening van de maker wordt weer teruggebracht in de animatie. En dat mm-hmm. vind ik heel prettig. Ja. Het is heel fijn om te zien, omdat je dan ook een beetje af mag wijken van dat hyperrealisme. Ik had met de discussie met iemand die zei, weet je wat het is? Jij zit ook in 3D, maar wij verwachten gewoon Pixar. Alleen daar, hè, op een Pixar short werken 70 man. Ja. En wij moeten met z'n tweetjes of alleen doen. Ja, precies. Dat haal je nooit. Die kwaliteit haal je nooit. Nee, of maar, je moet echt een complete studio hebben van verschillende mensen die elke eigen precies. afdeling zijn en zo. Ja, maar dan kom je dus ook naar zoveel mensen toe. Mm-hmm. En dan wordt het onbetaalbaar. Dus als wij een film afleveren, proberen we toch een soort eigen stijl te creëren. Mm-hmm. Een eigen werkelijkheid te creëren waarin je dan zegt van nou, dit is hoe het eruit ziet. En niet zoals Pixar. Mm-hmm. En dat wordt nu ook door de grote studio's ook opgepakt. Van, de makersstijl mag erin. Ja. Dat is wel een prettige ontwikkeling, hoor. Maar mijn vriendin is dus enorm fan hiervan. Van Finding Nemo. Finding Nemo, specifiek van Dory. Oh ja. Dat citeert ze ook heel vaak. Als dingen zoals Just Keep Swimming. Ja, grappig, ja. Ja, ik vond Finding Dory, vond ik echt momenten in zitten die ook tranentrekkend waren. En vond ik Dory nog schattiger. Eigenlijk vond Dory met terugwerkende kracht als personage in Nemo leuker nadat ik Finding Dory had gezien. Kan me iets bij voorstellen. Dat gebeurt mij wel met meer films, moet ik eerlijk zeggen. Maar is het ook omdat er ineens verklaringen zijn gemaakt voor dingen, zoals waarom het zijn geheugen verliest en waarom dat just keeps winning? Dat weet ik niet. Maar ik heb het met de Lord of the Rings ook gehad. Ik vond deel 1 helemaal geen reet aan. Mm-hmm. En toen zag ik deel 2 en toen zag ik deel 3 en toen vond ik deel 1 ook mooi. Ja. En ik had het met Star Wars ook. Ik vond eigenlijk Star Wars 1... Ik heb eerst Star Wars 2 gezien, want toen was ik nog de goede leeftijd. En toen Star Wars 3, dus Empire Strikes Back. Ja. En toen pas deel 1. En die vond ik echt heel saai. Dus 5, 6 en 4, ja? Nou, ja, zeker. En die vond ik heel saai. Dus een New Hope vond ik heel saai. En, maar toen ik alle films uiteindelijk op volgorde gezien, had ik toch weer meer waardering voor New Hope. Ja, je vindt Dune nu een saaie kutfilm totdat deel 2 uitkomt. Ik vond Dune een hele mooie film, maar ik vond ook een beetje saai. Hmm. Ja. Nee, ik vind echt een fantastisch. Mm-hmm. Wat ziet dat er mooi uit? En die vliegtuigen, niet normaal. Mm-hmm. En een mooie vormgeving. Maar ik vond het ook een beetje saai. Ja. Maar bij Lord of the Rings was het heel sterk. Ik vond Lord of the Rings echt een wandelfilm van links naar rechts. En, mm-hmm. en er gebeurde helemaal geen reet. Van Nemo ook heel erg citeerbaar. Nou, behalve dus wat mijn vriendin al doet, maar ook zoiets als, ja, als ze meeuwen zijn, dan zeggen we altijd mine. Oh ja, dat klopt. Ja, zeg maar ook. Dat vond ik. Ik ben in Disney Parijs geweest. Daar heb je een turtle. Crush. Ja, precies. Takken druk, moet je 2 uur in de rij staan, klopt. Soms 3 uur nou, onderin is een, te komen. Er is een, als je 3 dagen gaat, mag je dan een uur eerder, dan kun je er meteen in. Mm-hmm. Maar daar staan 2 meeuwen. Ja. Vond ik hoogtepunt van de ride. Ja. Maar het is wel grappig, hè? Het zijn twee houten meeuwtjes, geloof ik. En ze zijn wel goed gemaakt. Maar dat ik dat dan het tofst vond. Ja, dat is wel goed, hoor. Ja. Nee, die meeuwen vond ik echt heel tof, ja. Mm-hmm. Ja. En ook mooi dat ze dan ineens zo'n dreiging worden. Tenminste, eerst kom je ze alleen maar tegen als domme beesten. Ja, precies. Ja. En ja, op een gegeven moment dan worden ze gebruikt op verschillende manieren dat ze wel eng worden. Ja. I haven't been fucked like this since grade school. Er zaten wat scènes in de film die we nu wat vreemder overkwamen dan... Oké, vertel eens. Je hebt dat de duikbril van Sherman, die hebben ze op een gegeven moment bij de haaien. En dan op een gegeven moment laat ze naar beneden vallen, richting de donkere bodem van de oceaan. Ja. En dan heb je dat ze daar een lichtje hebben. Ja. Dat ze daar heel erg van onder indruk raken. En het voelde een beetje als een scène waarin Marlin en Dory met drugs aan het experimenteren waren. Oké, wat grappig, ja. Dus dat had ik al. Dan komen ze ook die schildpadden tegen die ook allemaal retenstoned overkomen. Zeker. Ja, dat zijn echt stoners, toch? Ja, precies. Ja, dat komt ook echt over. In ieder geval surfers. Surfers en stoners, ja. Maar hetgene wat me nu nog het meeste apart overkwam is wanneer dat ze Dory op het einde samen met Nemo probeert te achterhalen welke kant
Marlin op is gegaan. Ja. Wanneer Marlin denkt dat Nemo dood is. En gaan ze zoeken. Ja. En dan komen die twee krabbetjes tegen. Best wel grappige krabbetjes. Ja. En die weigeren hun te vertellen waar die is. Ja. En dan pakt Dory zo'n krab en houdt die boven bij die meeuwen. Bij die meeuwen, ja. Die dan, mine? Ja. Beginnen te doen. En dan krijg ik zoiets van, oh, dit is een Bartelscène. Dit is Batman die iemand zo Smurden me! Maar is dat omdat de wereld woker is geworden dat je nu denkt, oh, dan kan dat nog? Nou, ik dacht wel een beetje van, oh, Dory is aan het waterboarden. Interessant. Wat grappig, ja. Het is niet helemaal hetzelfde, maar... Wat sowieso grappig... Wat interessant is... ik heb natuurlijk met Arie jarenlang grof cabaret gemaakt. Mm-hmm. En het gekke is dat eigenlijk wat toen een oor haalde... Mm-hmm. Laat ik het andersom zeggen. Wat toen als normaal werd ervaren, is nu een oor. Ja. En wat toen een oor was, wordt nu als normaal ervaren. Wat kreeg toen een oor? Nou, wij hadden de CD van de CD, Centrum Democraat, toen. Hè? Dat was een extreem rechtse partij. Mm-hmm. En we hadden de CD daarvan, hè, liedjes van de Centrum Democraten gedaan. Als de lente komt, dan sturen wij Turken naar Amsterdam. Ja, precies, dat soort dingen. Hmm. Maar dat zijn nu uitspraken, die hoor je gewoon voorbij komen. Ja. En dat is helemaal niet meer... Mensen denken, wat de fuck gebeurt hier? Ja. Maar, dat zegt hij. Ja. Terwijl bij ons was die hele zaal die ging los. Van, dat kan je niet zeggen, dat kan je niet zeggen. En dat is nu dus gewoon taalgebruik geworden. Ja. En dat zie je dus in dat soort oude films ook. Dat de wereld anders is verschoven dan je zou denken. Je zou misschien denken dat alles... dat we overal meer inzicht op zouden krijgen... of alles netter is geworden. Maar dat is helemaal niet het geval. Ja, ik denk bij deze niet zozeer per se dat ik denk van... het is een grap die je niet kunt maken. Maar wel dat ik ineens wat meer connotaties erin zie. Ja, precies. Er zijn nogal wat verhalen na 2003... Ja. De inval van Irak naar buiten gekomen over Abu Ghraib... waardoor je iets anders daarna kijkt. Een van de grappen die ik nu het leukste vond... die me nooit eerder was opgevallen... die überhaupt in de film zat... Ja. was... dat de tandarts op een gegeven moment trekt die een tandarts. Het is niet eens per se een grap. Het is eigenlijk gewoon een klein stukje absurdisme of zo. Volgens mij is dat wanneer dat Nigel tegen het raam aanvliegt of zo. Yeah, maar dan is hij bezig met ons mond en dan trekt hij de tand eruit. Yeah. En dan zegt hij erachteraan van... Good thing I pulled the right one, hey, prime minister. En dan vooral de prime minister erachteraan. Yeah. dat is wel grappig, ja. Ja, wel prime minister vind ik... Ik vind het maar goed dat ik de goede heb getrokken. Alsof hij al vaker de verkeerde heeft getrokken. Ja. Grappig, ja. Nee, hij komt niet echt over als een bijzonder goede tandarts. Nee, helemaal niet. Nee. Maar die Darla heb je ook echt... Daar heb je aversie tegen, toch? Tegen dat kind. Ja. En niet alleen omdat de Sting erin zit uit Psycho. Nee, precies. Alhoewel het goed werkt. Maar gewoon alleen al haar blik. Oh, vreselijk. Ja. En dan ze is eigenlijk precies een personage wat ook al in de Animaniacs zat. Wat dan een soort van de dochter van Elmer Fudd is. Ja, ja. Die ook die had dan, ik weet niet eens hoe dat heet... maar dat je geneigd bent om alles wat je schattig vindt dood te knuffelen. Ja. Iets wat ik niet weet hoe het is. Nee. Maar iets waarvan mijn vriendin dus wel weet hoe dat is. Oh, ja. Is dat zo? Ja. Ze begon er op een gegeven moment over. Ik had zoiets van... Ik dacht dat gewoon was verzonnen door de Animaniacs. Oh, is het echt... Maar wat heeft ze iets... Nou ja, ik weet niet. Nee, dat is geen echte aandoening of zo. Maar meer zo van dat je dingen zo schattig vindt. Dat je zo hard... Maar het is niet een keer gebeurd in de jeugd of zo. Nee, dat niet. Oh, dat dacht ik dat je dat zei. Nee, het is gewoon ze herkent dat gevoel. Dat ze eigenlijk niet zo lang mogen wel knuffelen. Oh, ja. Het zal vast wel eens gebeurd zijn bij kinderen, toch? Dat ze zo hard geknuffeld hebben. Dat zal vast wel, ja. Oh, wat een trauma zal het geven, zeg. Iets waarvan ik me bij Finding Nemo nog wel... afvroeg van, misschien is dat gewoon, was het daar net te vroeg voor en zo. Het is zeker nog pre-Avatar 2. Yeah. Maar iets waar in ieder geval niet echt iets mee wordt gedaan... tussen onderzee zijn en niet onderzee zijn, is lichtfragmentatie. Oh, er zit weinig subsurface scattering in. Ja, het is niet dat je dan iets op een andere manier ziet aankomen... als je of van de ene media naar het andere gaat. Nee. Maar ook als ik onder water ga... Dan zie ik geen fuck. Dan is het allemaal vaag. Ja. Als ik een duikbril op heb, is dat anders. Omdat je dan nog iets ertussen hebt wat het breekt en zo. Maar anders zie ik niks. Ja. En het is niet zo dat als die vissen even boven water gaan kijken... Dat ze geen weinig zien. Ja. Dat is iets waar ik me sowieso aan kan ergeren in films. Hoor. Dat iemand onder water gaat en ziet alles haarscherp. Je ziet ook... Er is nog iets volgens mij. Want je ziet ook
water, daar kijk je eigenlijk bijna altijd een stukje doorheen, een gedeeltelijk doorheen. Ja. En dat is volgens mij bij Finding Nemo niet zo. Als zij boven water komen, dan zie je hun onderkantje, zie je niet. Ze komen ook wel erg hoog trouwens. Ja. Dat je denkt, dat is onnatuurlijk hoog, dat kan eigenlijk niet. Maar dan kunnen we hun hele gezichten zien, omdat die zo groot op zijn geplakt. Dus het heeft een doel, ik snap het, maar... Ja. Nou, dus, wat ik wel leuk vind, maar dat is een technisch dingetje. Ik vind, hoe heet die van Pixar? A Bug's Life, een fantastische film. Mm-hmm. Eentje die niet per se een enorme reputatie heeft? Nee, helemaal niet. Maar ik kijk hem met heel veel liefde. Hij kwam als tweede film uit. Hè. Zij begonnen met Toy Story. En meteen daarna kwam A Bug's Life. Daar hadden ze natuurlijk last van Katzenberg, die tegelijk met Ants kwam. Wat een zeer vergetelijk... Een film die eigenlijk echt vergeten is, hè, in de tijd. Ja. Ja, nee, als het gaat over lang leven, heeft Bug's Life gewonnen. Terwijl Ants toen absoluut beter werd bezocht. Ja, Ants werd beter bezocht. Want groot, betere cast. Hè, niet een betere cast, Sylvester Stallone, Woody Allen, Sharon Stone. Cast. Dat scheelde. Maar Bug's Life heeft die tand destijds wel overleefd. Maar het fijne van Bug's Life is, als ik hem nu terugkijk, zie ik eigenlijk dezelfde renderproblemen die ik nu heb. Oh ja? Zie ik daarin terugkomen. Dat is heel geruststellend. Oh, zij moesten daar ook mee lopen klooien. Snap ik helemaal. Ja. Ik moest ook aan Ants denken bij de casting van Finding Nemo. Omdat het met Albert Brooks is. Ja. Die altijd een beetje werd aangewezen als een soort van, toen hij zelf films ging regisseren, als een soort van erfgenaam van Woody Allen. Omdat hij ook een beetje een neurotische comedian was. Die heel analytisch is. En zijn liefdesleven uitmeet en zo. Ik heb nog maar één film van hem gezien. Maar dat was Defending Your Life. Daar gaat hij dood en dan komt hij in de hemel. En dan moet hij daar verdedigen waarom dat hij bijvoorbeeld of terug mag naar... waarom hij niet terug moet naar de aarde, niet terug wordt gestuurd naar de aarde om opnieuw te proberen, maar een plekje krijgt in de hemel. Oké. Is dat aan te raden? Ik hoor het al. Ik vond hem interessant. Maar ik had er meer van verwacht op een bepaalde manier. Misschien moet ik hem, als ik hem de volgende keer zie, dat het heel anders geldt of zo. Maar bijvoorbeeld dan is hij al dood en dan ontmoet hij daar de liefde van zijn leven. Heb je dat wel eens, dat je een film van de tweede keer kijkt, omdat je dan denkt, oh, is eigenlijk een hele goede film, en dat je de eerste keer niet zag? Ja, het gebeurt wel eens heel vaak, maar het gebeurt. Nee, er zijn een aantal films die door de hele wereld, hè, zoals Finding Nemo, als fantastisch wordt ervaren en waar ik dan niet zoveel aan vind. Ja. Er is nog geen, waarschijnlijk Vloek in de Kerk voor jou, maar hoe heet die nou ook weer, van de Coen Brothers met die bowlingfilm? De Big Lebowski. Mm-hmm. Daar heb ik helemaal niks mee ook. Ze echt kijken, ik vind het niet grappig en ik heb er niks mee. Het wordt ook niet grappig. Ik heb hem drie keer gezien nu, omdat ik steeds dacht, maar als de hele wereld dit hilarisch vindt en fantastisch vindt, dan heb ik gewoon de eerste keer. Ik weet nog dat ik ziek was de eerste keer toen ik hem keek. En de tweede keer. Daarom zeg je erover dat het Vloek in de Kerk is, natuurlijk. Ja. Vanwege mijn t-shirt. Ik mis daar een agenda of zo. Ik weet niet precies. Hoewel ik wel de Coen vind ik te gek hoor. Bijna alle. Hutsucker Proxy is ook van hun, toch? Ja, fantastische film. For kids, you know. For kids. Ja, precies, ja. En hoe heet die? No Country for Old Men is een prachtige film. Maar de Big Lebowski, ik pak het. Maar goed, ik weet dat het Vloek in de Kerk is. Ik kan er nog wel een paar op noemen, hoor. Maar dan kom ik wel heel zuur over. Ja, goed, het is ook gewoon lekker om een paar films te hebben waarbij je tegen de raads bent. Zeker. En dat geeft ook altijd goede gesprekken. Hoe kan dat nou? Het is een goede film. Exact. En dan komt het. En dus heeft iedereen het altijd over. Ja, dan komt de as van die gast. Die komt ineens een baard. Hilarisch. Denk je, ik vond er geen reet aan. Ja, as in je baard. Nee, heb je as in je baard? Ja. Ja, ze kunnen alles wegredeneren. Ja. Nee, ik moest gewoon niet om lachen. Nee. To infinity and beyond. Nou ja, laat ik nog eens een oproep doen voor mensen, omdat ze wel animatiefilms gaan kijken. Het gebeurt me zo vaak dat ik vertel dat ik naar de bioscoop ga om een Elemental te zien. En dat ik nog zo vaak te horen ga, ga je naar kinderfilms? Mm-hmm. Ik zeg, jongens, dit zijn echt geen kinderfilms. Dit zijn echt volwassen films waar je ook met je kinderen naartoe kan. Mm-hmm. Het stoorde me ook. Wij waren geselecteerd voor bij film bij de C. Ja, ik zie het boek. Die heb ik ook trouwens. En toen moest ik invullen genre animatie.
Maar animatie is geen genre. Het is animatie is een manier van filmen. Maar het is niet zo dat je kan zeggen dat is het genre animatie. We kunnen in animatie alle genres bedienen. Ja. Dus dat stoorde me toch. Dat ik denk, waarom, zelfs het filmfestival begrijpt niet dat animatie eigenlijk gewoon meedoet met de rest van de films. Je hebt Guillermo del Toro aan je zijde. Ja, zeker. Nee, maar het is wel zo ook, waarschijnlijk ook naar hoe mensen het zien. En je moet ze misschien ook een beetje in onderwijzen. Ja, zeker. Dus wat dat betreft. Dus vandaar deze oproep ook. Ga films kijken. Ga Coco kijken. Incredibles kijken. Ga Hoe Tem je een Draak. Prachtige film ook. Ik zit even te denken van, hoe heet die film ook alweer van... Dan kan ik niet eens op de naam komen van de filmmaker. Zo'n special effects man, die heeft zo'n lange animatiefilm gemaakt. Wat eigenlijk gewoon een poppetje is dat de hele tijd verder aan het afdalen is. Een hel, bij wijze van spreken. Oh. Fact Check Norris hier. De film waar Ruud niet op kan komen is Mad God. Een film van special effects man Phil Tippett. Fact Check Norris out. Maar dat is heel experimenteel ook, maar wel weer heel erg tof en ook heel boeiend. Blijft heel boeiend, terwijl het is nog veel fragmentarischer dan Finding Nemo. Ja, maar goed, ik heb helemaal niks tegen fragmentarische films. Maar alleen had ik het bij Finding Nemo gewoon niet verwacht. Het lijkt de suggestie van een verhaal. Te bouwen. Ja. Dit wordt wat. Dit wordt wat. En toen werd het, dat in ieder geval niet. Ja, dat vond ik erg tegenvallend. Maar alles binnen de perken. Want ik vind natuurlijk Finding Nemo een prachtige film om naar te kijken. Want het is visueel en technisch waanzinnig wat daar gebeurt. Ja, ik heb zelf ook wat onderwaterfilmen. Ik wijs nu naar een poppetje wat wij geprint hebben. Dat is een van mijn visjes. Ah ja, die rode? Ja, die rode. Waar we onderwaterscènes mee gemaakt hebben. Zo. Ja. En dat is zoveel werk, joh. Het is echt gewoon niet leuk. Geloof ik, omdat als je water hebt, dan drijft er ook van alles rond. Dus. Nou ja, dat. En dat is al heel moeilijk van die spikkeltjes die dan zo rond. Maar ook de belichting. En je moet alles in laagjes opbouwen. Want ik kan niet in één keer renderen, want die computer kan het gewoon niet aan. Dat is echt drama, hoor. Ik wou nog bijna vragen van viel Finding Nemo ook tegen omdat er weinig vliegende ledematen in zitten? Oh! het zit in mijn film, hè? Ja, het was... Ik ken het verhaal van Freek de Jonge nog niet uit zijn... Oh, dat ken je niet? Dus ik zat echt zo van... andere kant erop dan die ik had verwacht. Hij draait, die ene heet het, hè, dat is gebaseerd op de spin, een verhaal van Freek uit de mythe uit 83, geloof ik uit mijn hoofd, 83. Ja. En dat is een cabaretverhaal wat hij verfilmd wil hebben. En dat verhaal maakt gewoon halverwege nogal een draai. Ja. En dat was best wel ingewikkeld. En ik zag hem nu op het grote scherm voor het eerst weer. Sinds lange tijd. Ik zie hem natuurlijk altijd hier. Er staan ook grote schermen. Ja. Maar weer beeld. En toen voelde ik die draai nog scherper. Ja. Misschien hadden we toch aan het begin ook nog even wat ter introductie moeten doen. Om die voorbode van die draai te geven. Maar dan zit je wel in een zaal waar je meteen een beetje voelt hoe dat dan valt in de zaal. Ja, hij viel heel goed. Daar was ik heel tevreden mee. Op het filmfestival draaien ze dan toch anderhalf uur, maar dan met allemaal korte films. In dit geval. Ik zat in een blok met allemaal korte films. Ja, en daar sprong hij wel echt uit, vond ik. Ik vond het wel echt... Oh jeetje, dit is wel echt een film. Maar je merkte ook dat sommige mensen echt wel even moesten slikken toen het draai kwam. Ja. Maar ja, ik was natuurlijk gebonden aan het script zoals het er lag. Ja. Maar achteraf denk ik als filmmaker, nu die klaar is. En het was voor het eerst dat we ook een beetje scope in de productie hadden, zeg maar. Denk ik dat het beter was geweest om een soort voorbode helemaal in het begin neer te leggen. Van dit wordt nog wel heftig ook aan het eind. Een soort van foreshadowing op zijn minst. Ja, dus zeker. Dit is niet alleen een vrolijk verhaaltje over een spin. Exact. het lijkt nu eigenlijk... Het begint met een soort beginnetje. Dat is best wel, wat gebeurt er? En dan lijkt het toch een soort liefdesverhaaltje te worden met een gezinnetje stichten en dat soort dingen. Ja. En daarna draait het ineens. Dan had misschien iets meer...
Nou ja, goed. Maar dat is allemaal achteraf. Ja. Nee, want voor die tijd zat er echt nog best wel wat van die kleine visuele grapjes erin. Ik dacht van, oh, dit doet me weer denken alleen al aan de animaties van tijdens jullie shows. Ja, tof, ja. Bepaalde bewegingjes ook alleen al. Dus dan merk je toch wel van, oké, je hebt gewoon ook echt duidelijk je eigen stijl. Ja, dat hoor ik vaker. Ik zie het zelf nooit zo goed. want ik probeer toch elke film weer een nieuw stijl mee te geven. Mm-hmm. En daar hangt een nieuwe film. Maar mijn zus die loopt dan binnen en zegt, oh ja, dat is precies wat je altijd maakt. Oh, oké. Okay. Dus blijkbaar zit dat er toch in. Er zijn gewoon dingen waar je niet aan ontkomt en zo. En je kunt altijd denken van, oh, als mensen erover beginnen, dan wil ik het nu gaan ontvluchten, want ik wil origineel zijn. Of je kunt nee, dat is het niet zozeer. Maar ik maak gewoon wat ik maak. En ik ben heel tevreden over. Maar het is niet zo dat ik denk, oh, ik wil het wel in mijn stijl doen. Ik denk altijd weer, oh, we gaan nu deze stijl doen. We zijn lang aan het schetsen voordat we een stijltje hebben. Tuurlijk. En ik vond de spin, of die ene echt heel ver weg bij wat we nu aan het maken zijn bijvoorbeeld. Maar mijn zus die zei, oh nee, dat is gewoon weer jij. Oh, oké. Okay. Het is ook veel dingen met timing en beweging en dat soort zaken. Dat is denk ik waar het meeste herkenbare in zit. Mm-hmm. Ja, toch, deze film is dan geregisseerd door een duo. Andrew Stanton en Lee Unkrich. Ja. Ook zeker niet de minste in de Pixar. Zeker niet. Nee, Stanton natuurlijk onder andere Bugs Life gemaakt ook. Ook co-regisseur, solo. En Wall-E. Terwijl Unkrich juist bij de Toy Story-reeks en Coco. Ja. Maar dan is het ook voor jou meteen voor een tweede en minste film. Wat zeg je nou? Dus dit ook voor jou van hun twee hun minste zeker, film? Zeker. Ja, ik vind Toy Story 2, 3 en 4 allemaal, alle drie fantastisch. Mm-hmm. Eén heeft ook de tand destijds niet meer overleefd. Als je die nu kijkt, is echt verouderd. Ja, duidelijk de pionier. Ja, absoluut. Maar 2 ziet er nog steeds fantastisch uit. En 3, nagenoeg perfect. Mm-hmm. En 4, net zo goed als 2, vind ik hem. Ja, ik denk dat het ook gewoon is simpelweg dat het nog zo'n nieuwe techniek was. Dat je bij 1 ben je ook nog echt dingen veel aan het uitzoeken. Ja, en hoe zeker moet het bewegen? Ja, en hoe ziet het er in ieder geval uit dat we er een film van kunnen maken waarin het verhaal willen vertellen. Ja. Tegen 2 had ze al best wel veel uitgevonden van, oké, zo beweegt dit ook in zich heel lekker. En we hebben hier wat dingen die nog niet helemaal lukken, maar dan laten we dat even liggen. Ja. Dan focus op de dingen die... Ik was bij 1 geweest en die viel me gewoon een beetje tegen. Dat ik dan, en toen kwam 2 uit en toen dacht ik, daar ga ik niet naartoe. Ik vond 1 ook niks aan. Dus ik ga ook niet naar 2. En toen liep ik, woon in Amsterdam, toen liep ik Tuschinski in, per ongeluk de verkeerde zaal in, waar Toy Story halverwege was. En toen zag ik 1 shot en toen was verkocht. Fuck, dat was het shot dat zou oversteken. En dat zo'n vrachtwagen met zo'n hele grote pijp draait dan om hun pilonnetjes heen. Ja. En ik dacht, maar deze film moet ik zien. Dit ziet er fantastisch uit. Meteen een kaartje gekocht en meteen erachteraan gegaan. Mm-hmm. Terwijl ik zat zoiets bij wat is zo'n Keanu Reeves horrorfilm, geloof ik, of zo. Okay. Constantine of zo. Ja, of zo, kun je vragen van, wat ging je eigenlijk kijken? Dat die minder onthouden dan dit. Ik weet niet of het helemaal klopt, hoor. Maar bij mijn gevoel zat ik daar. oh shit, dit moet ik zien, man. Dit moet ik zien. Meteen een kaartje gekocht en niet naar huis gaan. En ik vond het fantastisch, ja. 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 En ook met weer zo'n heel mooi, heel gevoelig stukje erin. In een van Jesse's song. Ja, Jesse's song. En het einde van 3 is natuurlijk. Mm-hmm. Maar de opbouw ook van 3, ook fantastisch, hoor. Dat er toch zo'n concentratiekampgevoel in ontstaat. Dat je denkt, kan dit in een kinderfilm? Ja, blijkbaar wel. Ja. Je kunt er ook dingen mee uitdrukken die mensen wel snappen. Zeker, ik vond het heel knap. En sommige dingen ontgaan kinderen gewoon. Ja, gelukkig maar. Improve Mendazio. Als je hier een betere film van wilt maken, wat zou je dan veranderen aan de film? Ja, ik zou de ontsnappingsscène en de karaktergroei van Marlin veranderen. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat ik ook betoog van, ik zou een samenspel tussen die haaien en die pelikanen en dat ze het op die manier de aandacht weten weg te lokken van al die mensen van wat de fuck gebeurt daar, man, en dat ze daardoor de ruimte hebben om Nemo te bevrijden. Dus bijvoorbeeld een of andere
afleidingsmanoeuvre met de haaien. Ja, en bijvoorbeeld. De walvis, ja, ja. Ergens in de baai. Dat ja. De tandarts denkt van ook moet daar zijn. Ja, wat de fuck moet doen? Dat is allemaal uit het raam hangen en naar beneden gaan en kijken wat er aan de hand is. Mm-hmm. En vervolgens dat die pelikaan naar binnen kan vliegen. En wel, ik weet niet precies hoe, maar, maar dat zou ik interessant vinden. Ja, dan zou ik meer route van. Oh ja, het is er gelukt. In plaats van, het is gelukt. Ja, ik kan me wel voorstellen dat daar dan net iets te veel kennis van de mensenwereld van is vereis voor de vissen om dat allemaal te kunnen bekokstoven. Ja. Of dan moeten ze ook ergens onderweg zien op te doen. Maar ze zien het adres en ze snappen daar geen fuck van. Dus dat toont wel eens aan. Van, ze weten niet wat een tandarts is. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ze wel... Maar het zijn ook van die dingen, dat kun je shortcuts voor verzinnen. En dan... Ja, tuurlijk. Ik kan me voorstellen dat die pelikanen en dat die meeuwen misschien ook omdraaien, want die zijn te dom, maar dat die ook en dat die dat gebeurt daar en dat en iemand op de uitkijken. Je kunt je echt wel zo'n ontsnappingsscène uit Chicken Run. Ook een leuk film trouwens. Hoe heet die ook alweer? The Great Escape. Jij hebt de uitkijker, jij daar en wij hier graven. Ik noemde Express Chicken Run, omdat dat The Great Escape is. Maar dan animatie weer. Ja. Er komt een nieuwe van. Ik ben heel benieuwd of het kan. Ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ik hou mijn hart vast. Ik ook. Ik ook een beetje, ja. Ik moet zeggen dat ze gaan een lekker andere kant op. De trailer belooft, bedoel je toch? Ja. Hij komt eraan, ik ga hem zeker kijken. Ja, dat ik ben groot. The Wrong Trousers is een van mijn favoriete animaties. Mm-hmm. Ook een aanrader voor iedereen. Ja, Artman is fantastisch. En dat vond ik wel jammer bij de eerste Chicken Run. Dat daar bij The Wrong Trousers en zo zie je allemaal nog de afdrukken van de duimen in het klei. En dat was bij Chicken Run helemaal weg. Ik hoop dat ze dat een beetje terughalen. Ik weet het niet. Mm-hmm. We zullen het zien. Maar ik vond Chicken Run wel indrukwekkend, hoor. Ben je naar de Aardman-expositie geweest? Zeker weten, ja. Ik heb bij het grote schip gestaan. Pirates Band of Misfits. Ja. Ik ben uiteindelijk 2 keer geweest. Mijn zoon wilde ook nog een keer. Mm-hmm. Maar ik vond het wel indrukwekkend, hoor. Ja. Potverdulleme, man. Ongelooflijk wat ze daar voor elkaar krijgen. Ja, maar ook daar met... Best wel, ja, het zijn wel grote sets en zo, dus ze steken er echt heel veel in. Maar ze creëren eigenlijk een stiekem een vrij kleine afgesloten wereld, waarin van alles mogelijk is. Ja. En daardoor is het op verhaalniveau ook gewoon heel erg sterk. Maar dat is denk ik ook wel iets wat bij Pixar voor mij vaak het beste werkt. Kijk, het zit vaak wel vol met allemaal ideeën en concepten. En Finding Nemo, als je het wel kunt lezen als een film die heel erg over dat trauma gaat en dat soort dingen. En dan kun je daar misschien heel veel uithalen. Nou, had ik misschien ook interessanter gevonden als dat aangedikt zou zijn. Dat je het beter had gevoeld. Ja, dat ik daar meer in mee was gegaan met iemand die echt beschadigd is en die echt... dat had ik ook interessant gevonden voor een kinderfilm. Ja, want ik vind Nemo wel echt meer een kinderfilm dan bijvoorbeeld The Incredibles, wat echt een volwassen film is. Ja. Is Nemo wel echt meer getarget op kinderen. Mm-hmm. Maar dat had ik wel interessant gevonden. Ik vond ook bij Wally, eigenlijk de eerste 20 minuten, dat hij eigenlijk een soort je bijna te vergelijken met iemand die in een coma raakt. Of Eva in een coma raakt. Dat vond ik echt prachtig. Ik vond het eigenlijk jammer dat ze naar het schip gingen, want ik vond die wereld die ze gecreëerd hadden en die liefde van Wally voor iemand die onbereikbaar leek te blijken. Ja. Vond ik wel sterk, hoor. Vond ik erg mooi. En daar voelt het verhaal ook nog wat simpeler en wat eigenlijk gewoon eleganter. Ja. Dus dat is iets wat dan het beste werkt, ook vaak bij Pixar. Dat ook al is dan, worden allemaal andere dingen over diepe thema's erbij gehaald of zo. Als het verhaal wat je, de baseline verhaal, als je dat kunt volgen, als dat heel erg simpel wordt gehouden verder, dan werken die films vaak wel het beste, denk ik. Ja. En ik denk dat de films die nu gecompliceerder zijn, tenminste gecompliceerder aanvoelen, zoals Elemental had ik dat ook wel een beetje bij. Dat zijn ook vaak de films die ook net wat minder vallen. Ja, ik vond Elemental... Ik had heel erg last met Elemental, met de concurrentie van Zootropolis. Mm-hmm. Daar had ik gewoon last van. Het ziet er heel erg uit als een soortgelijk iets. Ja, een soortgelijk iets. Dus een staat opgedeeld in dit geval in elementen. En bij Zootropolis dan in... Ze hebben dan een koud gedeelte en een savanne gedeelte. Oh ja, en precies. Verschillende landschappen inderdaad. En bij Zootropolis is het dan fantastisch goed gelukte film, vind ik. Mm-hmm. En Elemental, ik begreep ook het hele
hele verhaaltje eronder. Niet dat ze, dat ze dan niet het water tegen moesten houden. En dat dan en dat en uiteindelijk vlot het... Op een gegeven moment doet het er gewoon niet meer toe. Het deed het niet toe. Nee, het deed het niet toe. Maar het doet het bij mij wel toe als kijker. Hè, maar we waren toch iets aan het tegenhouden? Wat waren we aan het tegenhouden? Niks. Nu is het opgelost. Ik vroeg nog om drie kijktips. Oh, ja. Voor de ik heb ze eigenlijk allemaal wel genoemd. Want ik dacht, laat ik het bij de animatie houden. Tip 1. Monsters Inc. Vind ik echt een aanrader. Ja, natuurlijk echt even eerst echt bij Pixar. Ja, ik vind dat echt een hele goede film. Ja, ik vind dat gewoon echt... Daar heb ik heel weinig op aan te merken. Ik vind het heel knap hoe je zulke lelijke karakters als Mike Wazowski zo aimabel kan maken. Mm-hmm. Ik vind de humor spot on. Dat hij tot twee keer toe achter iets staat in een uiting. Hè? In een magazine. Dan staat hij achter de streepjescode. En dat hij op tv is. En dat hij precies achter het logo staat. En dat hij zegt, ik ben op tv. En dan wordt ook gebeld. Ja, heb je me gezien? Ja, fantastisch. Heeft de hele familie het gezien? En dat blijkt dan de familie van Sully te zijn. Ja, precies. Dat is echt spot on, zeg. Echt heel knap. Heb je de making-of al eens gezien? Nee. Dat ze zijn eigenlijk omgekeerd begonnen. Dus hij was... Sully was eigenlijk het sukkeltje van het bedrijf. Okay. Die een per ongeluk een mens binnenlaat. Mm-hmm. En toen hadden ze de hele film eigenlijk al gestoryboard en zo. Dan kun je allemaal al terugkijken. En toen kwamen ze erachter, maar de stakes zijn niet high genoeg. Hij moet hoog in de boom zitten. Mm-hmm. En toen hebben ze het helemaal omgeschreven. Ja. Ja, dat vind ik wel heel knap hoor. Dat je dat kan zien zo ver in het proces nog. Mm-hmm. Ja, daar zijn ze van Pixar sowieso niet vies van. Heel veel films beginnen echt compleet anders dan dat ze eindigen. Zeker. Maar ook bij Finding Nemo. Eerst hadden ze dat verhaaltje over de moeder. Ja. Er niet... Helemaal aan het begin zitten, als flashbacks tussendoor. Ja. En toen vond iedereen van het testpubliek Marlin vervelend. Oh ja. Omdat ze over Portugies. Vind ik nog steeds. Ja, heeft niks geholpen. Tip 2! En de tweede film dat ik echt een aanrader vind is Coco. Dus om nog even mijn Pixar te houden. Ja. Ja, dat vind ik echt... Want ik had het niet verwacht. Zeker. Ik had het niet verwacht omdat ze voor het eerst echt mensen ook als... Nou, niet voor het eerst, maar wel echt vanuit de mensenwereld beginnen. Ja. En daarvoor zat natuurlijk wel nog, hoe heet die, Incredibles. Maar dat vond ik toch meer een soort karakter. Cartoony karaktertje. Ja, die hebben ook net iets meer... stompige, rare hoofd en vormen en zo. Dat... Maar ik vond die onderwereld echt fantastisch gemaakt. Mm-hmm. En heel emotioneel en voelbaar. Ik voelde en de zoektocht naar zijn vader... en dat sterven van... voor de tweede keer sterven in het dodenrijk. Ja. En het terughalen van zijn oma met herinneringen. Ja, precies. Ja, en indrukwekkend goed. Ja. Mm-hmm. Ja. Ook iets wat gewoon goed werkt. Doordat de vorm is heel simpel. En daar is de heel diepe idee in. Ja. Ja. Zeker daar zo van, je leeft nog zolang mensen je nog kunnen herinneren. Ja, in veel opzichten is dat ook zo. Hoe het werkt. Zo van, er is nog iets van je... En het is helemaal geen nieuw idee. Hoe heet die... Bram, hoe heet hij nou? Hij heeft daar ook een liedje van. Vermeulen? Ja, Bram Vermeulen. Mm. Heeft daar een lied van, ik ben pas echt dood als jij me bent vergeten. Ja. Dit is helemaal geen nieuw idee, maar het werkt zo goed in die film. En, door het letterlijk te maken op een bepaalde manier. Ja, maar zeker, dat die metafoor gewoon nog vatbaarder wordt. Ja, en dan is de vorm om met skeletjes te gaan werken. Wat best wel gevaarlijk is, want skeletten zijn ook eng. Maar die hebben ze toch weer eenmaal gekregen. Ja, is goed gedaan. En heel veel goede slapstick humor erin. Met het verliezen van hun ledemaatjes en weer terughalen. Frida Kahlo helpt ook altijd. Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, nee, erg goede film. Tip 3! En Wrong Trousers heb ik al, Zootropolis heb ik al genoemd. Into the Spider-Verse heb ik al genoemd. Toy Story 3 heb ik al genoemd. Maar de Lego Movie heb ik niet genoemd. Mm-hmm. En dat vind ik echt ook een hele goede film. Ik vond het verhaaltje is heel knap. Dat je eigenlijk de hele tijd al ziet wat er gaande is. En niet helemaal snapt. En toch weer als een verrassing komt. Terwijl je het wel aanvoelde. Everything is Awesome vond ik hilarisch. Dat is heel fijn, hè? Jeetje, wat was dat grappig. Oké, die hebben nu ook de rest van de avond in mijn hoofd. Dankjewel. En dan dat ze comedy maken met Waar is mijn broek? En dat iedereen daar... ik vond dat heel goed gelukt daar. Mm-hmm. En plus dat de vormtechnisch, animatietechnisch... is
is het dan ook nog eens heel goed gedaan door die Lego-blokjes. Het ziet er echt uit als... Ja. Ja, het ziet er echt uit als Lego. Het ziet eruit het als... Het is CGI. Ja. Het is CGI, maar het ziet eruit als stop-motion. Ja, op een hele goede manier. Stop-motion, heel goed. En waves gemaakt met Lego en alle effecten. And so we fought and we battled. Yes, we beat each other up. Both of us tried hard. Dank voor de luisters en natuurlijk ook heel veel dank aan Sylvester dat ik in Apeldoorn bij Silly Productions langs mocht komen om te praten over Finding Nemo. Nou, heb ik dan nog wat leuks gezien de afgelopen 2 weken wat ik aan jullie kan tippen? Uiteraard, zo zag ik eindelijk nog voor mijn eindejaarslijstjes Roter Himmel. Die heeft misschien net niet mijn top 10 gehaald, maar ik was wel erg in mijn opjes met deze arthouse film van Christian Petzold. Of ja, misschien beter gezegd, het gedrag van de hoofdpersoon in deze film deed mij nogal denken aan hoe ik mijzelf voel in grote groepen mensen. En dat was af en toe ook best lekker pijnlijk en confronterend. En andere tip, of misschien gewoon een duwtje de kant op van waar al heel veel mensen op gaan, is de grote Netflix-hit van de afgelopen maand, Leave the World Behind. Een film die is geregisseerd door Mr. Robot-bedenker Sam Esmail. En met hoofdrollen voor Julia Roberts, Ethan Hawke en Mahershala Ali. En het is een beetje te beschrijven als een soort rampenfilm zonder grote ramp. Er is een nationale crisis, maar we zien vooral mensen die ver geïsoleerd zijn en geen zak idee hebben wat er allemaal aan de hand is. Of op zijn best kunnen gissen met de gebrekkige informatie die ze hebben. De film concentreert zich veel meer op de mensen in het verhaal dan op de grote dingen die ze overkomt. En dat is eigenlijk wel heel erg lekker verfrissend. Veel mensen hebben een beetje moeite met het einde. Ik zeg, niks meer aan doen. Einde is goed zoals het is. Goed, dat was dan weer deze reguliere aflevering. Houd de feed in de gaten, want er komt zeer spoedig iets extra's aan. Je kunt misschien wel raden wat. En verder kan ik alleen maar zeggen dat dit een cinema production was, gepresenteerd en gemonteerd door mij, Ruud de 20e eeuwse Vos. Met natuurlijk van die prachtjingles van het genie Roy Grutters. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van mijn patrons Casey the Great, Onno Lubbers, de Heilige Sint Niels Timmer, Martijn van Koolwijk en Gilbert den Dunnen. Vind je deze podcast zo leuk dat je ons ook best wel een steuntje in de rug zou willen geven, financieel met een paar eurotjes per maand? Ga dan naar patreon.com/duimpjeworstelen. En je vindt ons ook op de socials, op X, op Facebook, op Instagram en op Letterboxd. En heb je een lekkere, sappige haatmail voor mij? Stuur hem dan lekker naar duimpjeworstelen@gmail.com. Alright, dat was hem. De laatste van 2023. Fijne jaarwisseling allemaal, maar vooral een hele dikke doei. Ladies and gentlemen, could we have an enormous round of applause, please, for our host, who has once again succeeded in bringing to us a plethora of top-notch, cinematographically themed entertainment. We have had an absolute ball, have we not? Next time on Thumb Wrestling. Ja, ik vond het echt een jaar dat je echt weer lekker in de film kon duiken en daar lekker kon blijven hangen en over kon
nadenken. Nou, nee, daar sluit ik me graag bij aan. Ik vond het ook vooral een interessant jaar voor de huidige stand van Hollywood. Met twee stakingen en met allerlei grote flops van grote blockbusters. Wat normaal gesproken gegarandeerde hits leken te zijn. This podcast employs a strict only like and subscribe if you really want to pause it. Okay, bye.